Pa roest op de tribune. Ja, die 10 kilometer, dat is toch weer een andere afstand. Roest heeft daar nog niet zo heel veel ervaring in. Ready. En er staat nu wel echt een andere Jorrit Bergsma dan begin november. Dus het wordt een leuke rit. Normaal gesproken ook de rit. En Roest gaat in ieder geval snel van start. We weten dat Bergsma vooral zijn eigen schema moet rijden. Dat heeft hij de loop der jaren wel geleerd. Zeker in de ritten tegen Kramer. Daar had hij eigenlijk wel een hekel aan. Kramer die in staat bleek om heel vaak tactische ritten te rijden. Dat is aan Bergsma niet besteed. Die moet op zijn gevoel starten. Zijn eigen schema rijden. En zich weinig aantrekken van zijn tegenstander. En dat is altijd lastig, want Bergsma komt ook uit de marathon. Gewend om tegen anderen te rijden. En minder tegen de klok. Maar dat heeft hij geleerd en dat heeft hij goed geleerd. Want hij is viervoudig Nederlands kampioen, Jorrit Bergsma. En natuurlijk ook oud-Olympisch kampioen op deze afstand. De eerste meters zijn voor Patrick Roest. Maar er staat ook nog 23 ronden af te leggen. Het baanrecord er wel bij. Daar zitten beide mannen nu op of net onder. Net onder. Het baanrecord was 1.36.6. Patrick Roest nu naar de 31.1 en Bergsma pakt nu iets terug. En dit wordt al gelijk een lastige kruising. En Bergsma gaf even gas om voorlangs te kruisen. Roest heeft ook aangetoond dat hij dit soort gevechten aan kan. Vrijdagavond nog op de 5 kilometer tegen Kramer, waar hij de aanval kon pareren. En gelijk een tegenaanval in kon zetten. Met rondjes 28. Bergsma rijdt hier 30-7. Ja, daar zitten vader, moeder, zus. Statistieken werden even getoond voor het wel. Roest verbrak zijn persoonlijk record met 33 seconden. Toen hij hier 12.47 noteerde. 12.47 is ook de beste tijd van Bergsma ooit hier in Tialf. Maar dan moeten we wel terug naar 2013. Oud-bondscoach Ab Krook daar. Het midden. Je ziet ook aan die armbeweging dat Roest in de bochten nog bijna niks doet. Heel voorzichtig stapt hij. En naast elkaar. Nou, de Vries in de volgende rit tegen Kars Jansman. Hij heeft straks in elk geval het voordeel dat hij weet. Jansman staat er trouwens ook in het rode pak. Stappen nu tegelijk het ijs op. En ze hebben dus voorkennis, want deze rit zal normaal gesproken beslissend zijn. Beste twee plaatsen zich voor de wereldkampioenschappen afstanden. Bergsma knalt er een 30-69 uit. Hij heeft wel eens de fout gemaakt dat hij zich liet verleiden. Dat zal hem wel op het hart gedrukt zijn. Dat hij nu gewoon zijn eigen rit blijft schaatsen. Want Roest kan het dus op dezelfde manier als Kramer. Af en toe zo'n plaagstootje uitdelen onderweg. Een hele snelle tussenronde. Roest laat hier eventjes het gas los en Bergsma voorlangs kruisen. Beide mannen rijden rond 31-0. Maar Bergsma telkens een paar tienden daarom. Breed uitwaaien. Spelen met het lichaamsgewicht van links op rechts.
38-8 en 31-1. Roest continu 31-1. Het gaat echt gebeuren met straks 10 ronden te gaan. Roest is bezig aan een onwaarschijnlijk goed seizoen. Alle wereldbekerwedstrijden waar hij startte, haalde hij het podium. De 1500 meters, de 5 kilometers en de ploegachtervolging. Bergsma rustiger gestart. Niet wat wereldbekerwedstrijden links liggen, maar reed wel de 10 kilometer in Polen. De B-divisie. 2 seconden boven het barenkoor nu. Warming up. De sprinters gaan straks naar de 1000 meters toe. Roest ging van 31-1 terug naar de 30-8. En blijft zo in de buurt van Bergsma. Bergsma 4 rondjes 30-8 op rij. Hij heeft de slag, hij kan je in slaap doen sukkelen. Zo stabiel. Reed zijn beste tijd in Korea. 12.41. Persoonlijk record. Dus ook op een laaglandbaan gereden. 37. Roest nu even iets sneller. Kijk naar de rondetijd. Want Roest gaat nu dichterbij komen op de kruising. En zal de volgende kruising weer voorlangs willen gaan. Roest maakt dus goed gebruik van zijn tegenstander. En Bergsma is echt zo'n man die helemaal zijn eigen koers rijdt. Wat dat betreft is Bergsma de ideale tegenstander voor Roest. 36 en 37. En als je kijkt naar het barenkoor van Kramer, die reed hier nog sneller in rondetijd. Kijk eens, hij komt perfect uit voor die bocht, Bergsma. Volgens Adema had hij sneller gekund met die 5 kilometer van afgelopen vrijdag. Gewonnen door Roest, die voor de 3e keer onder de 6 minuten 10 reed. Gaat het Roest lukken om voor langs te kruisen of gaat hij nog 1 keer achter Bergsma langs? 30-5 voor Roest. Ik denk dat hij lekker achterlangs kruist. Ja hoor. Want dat zijn... Dan wordt de wind elke keer gebroken. Precies. Zes kilometer tijd voor Bergsma. 30-4. Goh, Roest ook 30-4. Ja, zo pakt Bergsma de eventuele aanvalling van Roest meteen op voordat Roest sneller is. Ja, want de wereldbekerkwalificatie werd dan wel gewonnen door Patrick Roest. Op papier is Bergsma nog steeds de 10 kilometer man. En natuurlijk ook de titelverdediger. De laatste twee titels waren voor Bergsma. Nu kan Roest weer ideaal achter Bergsma. Maar Bergsma duikt meteen er binnen. Toch ziet het er heel goed uit hoor, wat beide mannen laten zien. Zowel Bergsma als Roest. Barenkoor van Kramer ging in 8.45.15 met een rondje 30-1. 30-2, Bergsma versneld. Roest gaat naar de 30-5. Het zijn veruit de snelste tijden. Maar Roest kan altijd nog snel eindigen, maar heeft hij de benen? Heeft gisteren natuurlijk ook nog een enorme goede 1500 meter gereden. Pakte bijna nog Kjeld Nuis op de finishstreep. Het gat tussen Bergsma en Roest wordt geleidelijk aan ietsje groter. Rondetijd 30-2 om 30-5. Meteen naar binnen inderdaad. Bergsma geeft Roest geen kans om in de slipstream te duiken. Het gezicht lijkt nog ontspannen. Het gaat sneller. 6 ronden nog.
30-2 en 30-6. Het gat wordt groter. Elke ronde een paar tiende. Pa en Ma Bergsma op de tribune. Inmiddels Paken en Beppe genoemd hier natuurlijk. Want een kleinzoon Brent is geboren. Hij heeft zijn cadans helemaal terug. Hij hoor. Is echt heel goed op dit moment. Vorig jaar het Olympische seizoen. Zichzelf wat uitgewoond, te veel wedstrijden gereden. Was niet fit bij de Olympische kwalificatiewedstrijden. En had het weer bij de Spelen. Maar was zelf veel rustiger opgebouwd. Kijk, kijk eens, onder de 30 seconden. En Roest versnelt ook. 16-8. Hij ligt anderhalve seconde achter het barenkoor van Sven Kramer. En ik zie nog geen vermoeidheid, althans niet extreem, bij Bergsma. Ontspannen nog in zijn slag. Kijk naar het gezicht. Gefocust. Nog een lage 30er. Hoge 29er. We gaan naar de finale van deze 10 kilometer. 29-7. Moeten we het barenkoord er toch nog bij gaan pakken? Hebben we er gewoon bij. Daar ronde Sven Kramer in 11-14. 68. Het dateert van 2013. 11-14, 68. Het gat is nog wel groot. 11-16-14. En Roest rijdt ook heel sterk. 30-2, maar levert elke ronde gewoon in. Bergsma heeft Roest niet de kans gegeven om een aanval in te zetten. Hij is op jacht naar zijn vijfde Nederlandse titel op 10 kilometer. Want wie gaat dat nog veranderen in de laatste rit? Jansman en De Vries. Dit is echt oorcategorie hoor. 29-3. 1,2 seconden boven het barenkoord. De slotronde van Sven Kramer ging in 30-0-0 en 30-81. Dus het kan wel. Daar het barenkoord kan uit de boeken worden gereden. Ja. En die kans wordt groter nu. 80 meter voorsprong op Patrick Roest. Sven Kramer kwam door in 12-14-28. Hier staat 12-14-64 met 29-18 als rondetijd. De slotronde van Kramer ging in 30-8. Hier ligt een grote kans voor Bergsma om dat baanrecord. Met een 29er. Ja, die staande ovatie die is er alvast. 12-45-09 is het baanrecord. Daterend van 2013. Hier komt Jorrit Bergsma. En dat is een nieuw baanrecord. En hoe? 12-43-7. Wat een race. 29-06 de slotronde. Roest in 12-50-86. Is een fractie langzamer dan begin november. Bergsma